Hey iedereen, welkom. Dit is terug Tom's Retro Corner, TRC underscore live met weer een Theater of Blood guide. Voor de tweede boss, die noemt Pestilence Bloed, is het heel belangrijk dat je sowieso je self-amulet meepakt. Wat ik ook altijd meepak is een stamina potion, omdat soms kan je team het upfucken en dan moet je heel veel rennen. Dus dat is wel belangrijk wat je doet. Nu, je kunt kiezen wat je doet in het begin. Ik doe hier altijd Bandos Godsword specials op. Gewoon om die zijn defense te lowen als ik attack met Sight of mijn Abyssal Whip dus, of een Blade of Stellider. Het is te zien wat je zelf hebt. Dus eigenlijk werkt deze boss op deze manier. De boss loopt gewoon in dat vierkantje rondom de blok. En hetgeen dat je doet is hem gewoon aanvallen. Je hebt normaal gezien 4 attacks om aan te vallen. Dus als die zijn lichtje uitgaat, kun je perfect aanvallen. Laat die zijn lichtje terug aan moeten lopen. Zo simpel is het. Dus zijn lichtje gaat aan. En nu loopt hij rond, maar die kan ook turnen. Dus je moet echt oppassen. Voor wat je nog moet oppassen in deze room, zijn die vallende voeten, handen, wat dat het allemaal is. Voilà, ik ben er nu net door gepakt. En zoals je ziet, pakt heel mijn team daardoor damage. Dus je moet daar echt wel mee oppassen. Voilà, nu is hij geturnd. Altijd goed oppassen, lichtjes zijn uit, dan kunnen we terug gaan attacken. Je hebt meestal 4 side hits, 5 whip hits. Crystal Halberd kun je ook meebrengen, het is te zien wat je gaat doen. Voilà, dus nu zijn lichtje gaat terug aan. Hij stampt. Maken dat je uit die range zit, want anders stampt hij u en dan word je gewoon voor vrij veel gehit. Nu, je ziet, mijn running is low aan het worden, dus ik ga even een stamina pot drinken. Gewoon om het feit van, ik wil het niet fucken, snap je? Ik wil het niet fucken voor mij en ik wil het niet fucken voor mijn team. Deze wereld is 4-16, dus we hebben hier keiveel lag. Dat is altijd hetzelfde. Jammer genoeg. Voilà, die ene is dus dood, dus daar moet je echt mee oppassen. Weer al probeert dit niet te forcen als het niet gaat of we kunnen hem niet killen. Allee, nu zullen we hem waarschijnlijk wel kunnen killen, maar... Altijd goed oppassen. Voilà, dit was Pestilence Bloat. En na deze room kunt u uw self-amulet gewoon droppen, want je hebt die niet meer nodig. Wel, voilà, dit was Pestilence Bloat. Meer kan ik niet uitleggen. Daarover, als er nog vragen zijn, zet het in de comments down below. Geef mijn video een like en subscribe op mijn kanaal, boys. Dat zal zeker helpen. Merci om te kijken en tot de volgende. Yo!